Hey, en jij maakt filmpjes af en toe. Daarmee val je heel erg op. Dat wordt op social media druk gedeeld. En het is niet alleen maar kommer en kwel, maar af en toe is het ook ontzettend gezellig. Laten we even kijken naar een van die filmpjes die je gemaakt hebt. Is dit met een dubbele dooier? Kijk maar, een dubbele dooier. Oh. Zie je? En dit is gezond. Zie je het ervan? Ja. Maar dit doe ik dus ook thuis. En dan bak ik het. Ja, nee, hier. Is te bakken. Het ziet er echt niet zo smakelijk uit. Oh, ja. Goed. Juist, zo. Appa? Maar ik vind het niet vies of zo. Nee, dat is ook niet, is ook niet vies. Dat is voor jou, Jack. Ik heb echt enorme bewondering, zeker op jouw leeftijd, dat je dit soort dingen doet. En het moet ook in je zitten. Dat je zorgzaam bent. En ik vind het ontzettend mooi. We zagen straks even het stukje van de tattoos. Hè? Want vroeger was inderdaad een tatoeage. Of voor onze generatie was het ordinair. Tegenwoordig is dat in. Ik vind het mooi dat zij dat aangeeft. Maar als je jou ziet, dan, als je nu een quiz begint, dan weet ik zeker dat niemand zegt dat jij in de zorg zit. En dat vind ik het mooie. Je praat er toegewijd over. Met een heel goed gevoel. Mm. En je zou een role model, dat ga je ook zeker verder worden. Voor mensen, jonge mensen, niet alleen mannen, maar jonge mensen die zorg hebben voor oudere mensen. Ik vind het buitengewoon bewonderenswaardig. Dank je wel.